Het is allemaal kartel. Allemaal baantjes carousel. De pandemie neemt af, de maatregelen nemen toe. We zijn niet passief, maar actief, niet agressief. Er is een verschil, assertief. Je weet niet wie een killer is, tot die een killer is. Je dacht nooit je wordt verzetten, tot je erin zit. Ik dacht dat we van geschiedenis hebben geleerd. Sommige dingen doen we niet meer, en nu doen we het weer. Dus alle vrouwen worden op straat geïntimideerd. Moet ik zwangere meid, het spijt me zeg of gefeliciteerd. Volgens mij zijn dit gewoon weer woke activisten. Die ook meedoen met racistische antiracisten. Wijven vol van zichzelf, maar ik ben ook knap. En het is niet eens mijn beste eigenschap. Ik stem rechts, maar ik hou gewoon van goede mensen. Ik ken hele aardige homo's, maar Robjette is een nare homo. Zet maar artikel 140 in plaats van politielogo. Criminelen man, ik spuug op de popo. Mijn buurjongen depressief gebruikt drugs als Hugo. Waarschijnlijk komt het door het beleid van Mark en Hugo. Criminele leiders die dan toch daar bleven. Vroeger noemden we het gewoon een staatsgreep. Spertijd noemden we vroeger oorlog. Een dictator noemden we dictator. Nu is het democratisch demissionair. Alhoewel in tegenstelling tot Rutte was Hitler democratisch gekozen. Maar laat de oorlog hebben we niet geleerd van de Mexicaanse griep. Ik hoef van Ab Osterhaus echt geen medisch advies. Nederland heeft vaker te maken gehad met een dictatuur. Plakkaat van verlating, we hebben ze naar huis gestuurd. Je zou maar Jood zijn. Of Baudet. Gehaat omdat je bestaat. Door de acteurs van de Tweede Kamer. Dankzij hun hoef ik niet meer naar theater. Vanwege de testsamenleving, maar ook omdat ik kan kijken naar de live debat van die acteurs die op onze kosten ons verraden.